Welkom bij deze nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. In de studio een man die verstand heeft van bijna alles. Van liefde, van professionaliteit, van marketing, van natuur, van leren en ontwikkeling, van de puberteit, van bijna alles. En hoe komt hij daar nou aan en al die kennis? Door zich te verdiepen in de hersenen. Welkom, Mark Miras. Hallo. Kijk, daar heb je ze. Je hebt ze in de hand. Je bent wetenschapsjournalist en natuurkundige van oorsprong, hè? Ja, nou, welkom. Ja. Ik zei het al, je hebt verstand van verschrikkelijk veel zaken. Even kort, voordat we het gaan hebben over professionaliteit en ondernemen en leren. Even over de liefde. Dat wil ik toch even heel graag. Want nou heb ik in een artikel van jou gelezen dat ik om de liefde te bewaren veel hete pepers moet eten en vooral niet te dik moet worden. Vertel. Nou, hoe dik je moet worden, dat hangt een beetje vanaf in welke toestand je partner in spe zich bevindt. Ja. Mannen blijken namelijk op dikkere vrouwen te vallen als hongerig zijn. En dus het hangt me helemaal vanaf van het moment van de dag. Of je met je mass body index net in de smaak valt of niet. Is lastig. Moet je in de gaten houden of ze gegeten hebben. Ja, tegelijkertijd is het ook heel erg lekker breed. En je ziet hoe ingewikkeld de liefde is. We zoeken altijd naar de ideale vorm en de ideale oplossing en de ideale formule voor liefde. Maar als je beter naar liefde kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een grote vat van tegenstelling is. Precies. En dat betekent dat we er allemaal ons eigen ding van kunnen maken. Ja, daar kwam het ook uit voort. Die peper, dat brak dan weer, of nee, dat stimuleerde weer oxytocine, of juist niet. En afvallen ook. En dat is dan een hormoon wat je doet hechten. Maar tegelijkertijd willen we allemaal ook jagen. Hoopverwarring. Een hoop verwarring, ja. Misschien is dat wel het mooie van de liefde, dat het ons altijd bezighoudt. Ja, want dat zei jij, dat is eigenlijk goed. Waarom? Nou ja, kijk, op het moment dat je inzakt, op het moment dat je het te pakken hebt, zal ik maar zeggen, dat je weet hoe het leven in elkaar zit, dan wordt het ook saai en dan stopt ook het leren. Het is juist het ongemakkelijke van het leven en de liefde is daar denk ik een aardig spijkerbed in. Mm-hmm. Is altijd ongemakkelijk en dat zorgt juist voor dat je in beweging blijft. En in beweging zijn, dat is echt nodig. Dat is ontzettend belangrijk om gelukkig te zijn en om te leren. Dat heeft alles met elkaar te maken. Ja, precies. Hoe toont zich dat wat jij zegt, dat die ongemakkelijkheid belangrijk is, hoe toont zich dat in de hersenen dan? Nou, wat je ziet is dat op het moment dat je ongemakkelijk bent, dan wordt er een netwerk geactiveerd, zowel in de hersenen overigens als in het lichaam. Waardoor je veel beter kunt leren onder ongemakkelijke omstandigheden. Je ziet mensen die op een speelse manier die humor hebben, mensen die veel van cultuur houden. Dat zijn mensen die vaak uitstekend in staat zijn om, ook als het ongemakkelijk wordt, ook als ze het niet meer weten, ook als het fouten gemaakt hebben, om dan toch te presteren en te leren. En er op die manier steeds beter van te worden. En ja, dat is wat je uiteindelijk nodig hebt om in een vooral snel veranderende wereld overeind te blijven. Op het moment dat je inkakt, op het moment dat je niet meer leert, ja, dan ben je binnen de kortste keer natuurlijk een winkeldochter in deze samenleving. Maar het is wel raar, want we streven als mensen toch ook naar comfort, veiligheid, rust. Ja, leg de hersenen even lekker erbij neer. Naar zekerheden. Ja, klopt. En dat wordt sterker naarmate je meer onder druk gezet wordt. Mm-hmm. Naarmate je organisaties zich organiseren op de meest efficiënte manier, zie je dat ze juist minder effectief worden, omdat mensen zich als het ware gaan verschansen, de veiligheid gaan zoeken en daardoor hun eigen leerproces in de weg staan, hun eigen creativiteit in de weg staan en daardoor minder in staat zijn om dat onverwachte probleem het hoofd te bieden, om in een nieuwe situatie te blijven presteren. En dat betekent dat je binnen de kortste keren vastloopt als organisatie. Hoe organiseert het hoofd dat dan? Aan de ene kant wil het zorgen dat je veilig bent en dat alles voor elkaar is, en aan de andere kant heeft het dus ook honger naar nieuwe ervaringen. Ja, dat zit denk ik heel diep in de evolutie. Dat je natuurlijk altijd op de korte termijn zoekt naar veiligheid voor acuut gevaar. Ja. Maar anderzijds ook altijd bezig moet zijn met ontwikkeling, om te leren, om voorbereid te zijn, beter voorbereid te zijn op de toekomst. Je ziet dat dieren voortdurend die afweging maken. Sterker nog, dat dieren heel vaak
aan het leren zijn in situaties waarin het eigenlijk zo gevaarlijk is dat ze het uiteindelijk met de dood bekopen. Kennelijk vindt de evolutie dat leren zo belangrijk dat er best wel slachtoffertjes tegenover mogen staan. Voorbeeld, je ziet dat steenbokjes heel vaak van de rots vallen als ze aan het spelen zijn. Die zijn zich aan het oefenen en dan vallen ze van de rots. En dat is dus voor dat steenbokje dan fataal. Maar voor de hele groep is het belangrijk dat er geoefend wordt. Want als ze niet leren, als ze niet blijven leren, dan zijn ze op een gegeven moment heel kwetsbaar. Als er ineens een nieuwe vijand bijvoorbeeld opduikt. Of op het moment dat ze naar andere plekken moeten. En je ziet bij zeehonden dat ze heel vaak opgegeten worden. Jonge zeehondjes. Juist opgegeten op het moment dat ze aan het spelen zijn. Och. En dan zou je zeggen, adviseer al die zeehondjes om niet te spelen. Ja. Maar kennelijk vindt de natuur dat spelen zo belangrijk. Dat leren, dat omgaan met spanning op een manier die speels is. En die je in staat stelt om toch te blijven leren. Ja. Dat daar best deze prijs voor betaald moet worden. Ja. Die zeehondertjes die gaan gewoon spelen, maar mensen minder. Die proberen risico's veel meer uit te sluiten. Mensen hebben ook de neiging, net als dieren, om als ze eenmaal de kindertijd voorbij zijn, om te stoppen met spelen. Precies. Dat hebben dieren ook. Hoe kan je dat? Een dier stopt eerder dan met spelen dan andere dieren. Ja. En dat is voor mensen extra gevaarlijk, omdat wij hele complexe wezens zijn en een hele complexe samenleving leven. Je ziet dat dieren die in grote groepen leven, die spelen langer door. Mensen leven in extreem grote groepen. En dus is het voor mensen van het grootste belang om levenslang te blijven spelen. Maar we stoppen ermee. Hoe stoppen daar krijg je die mensen weer aan het spelen? Ja, dat is een kwestie van cultuur, denk ik. De bedrijfscultuur. Ja. Een van de grootste gevaren voor het spelen is dat streven naar efficiëntie. Want op het moment dat je mensen dwingt om in protocollen te gaan denken, op het moment dat je ze verbiedt om fouten te maken, dan geef je eigenlijk het signaal, want het is niet de bedoeling dat er hier gespeeld wordt. Het is precies niet de bedoeling dat hier geleerd wordt. Dat is afgemeten, zo en zo. En ik heb dat gezien. Ik heb, iedereen kent natuurlijk de frustrerende ervaring als je met een niet helemaal standaard probleem bij een callcenter komt. En je belt en in de meeste gevallen word je niet geholpen en zijn ze daar wel heel veel tijd mee kwijt. Dus het is zowel voor jouzelf als voor het callcenter en voor de organisatie is het heel inefficiënt. En hoe komt dat? Dat komt omdat mensen die te weinig schuifelruimte hebben, die te weinig ruimte hebben om hun eigen dingen te ontdekken, hun eigen manier van werken te ontwikkelen en om eigen fouten te maken, die ontwikkelen een verschijnsel dat we in de dierenwereld, in de psychologie, noemen we dat aangeleerde hulpeloosheid. Bij dieren zie je ook dat ze aangeleerd hulpeloos worden. En dat betekent dat de drang naar de vrijheid verdwijnt. Dus de drang om het op je eigen manier te doen. De drang om op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, om dan te gaan zoeken naar een oplossing verdwijnt. Dus mensen kunnen alleen nog maar in protocollen denken. En dat is wat je merkt. Dat is niet alleen in een callcenter, maar dat kom ik in heel veel organisaties. Overal. En die hulpeloosheid voelt dan dus comfortabel. Maar even, hoe ga je dit nou? Want dat de mensen weer zou moeten spelen, ook binnen organisaties. Hoe dat nou aan te pakken? Ik bedoel, je kan wel bakken Lego op de grond gooien of een leuk workshopje improviseren geven, maar dat doet het niet. Het is de mindset. Het is de mindset van de organisatie. Maar hoe? Het is een mindset die van bovenaf vaak naar beneden, als het ware, doorwerkt. Ja. Dus het is de mindset van het management. Ik denk dat we in toenemende mate, we hebben minder management nodig. Je ziet steeds meer zelfsturende teams. Maar het management dat we hebben, daar worden steeds hogere eisen aan gesteld. Doenerig management, management die als het ware steeds als het ware de veiligheid willen zoeken van de controle. Als je alles geregeld hebt, kan niemand je iets maken. Als je overal aan gedachten. Maar het gaat, dat is denk ik niet meer het management wat we nodig hebben. We hebben management nodig dat het oncomfortabel durft te hebben, namelijk door vertrouwen te geven. Ja. Door mensen ruimte te geven om het op hun eigen manier te doen, waardoor je conflicten krijgt, waardoor fouten gemaakt worden. En dat moet je kunnen uitstaan. En dat is lastig om dat te verkopen. Hoe zou jij dat met je kennis van de hersenen verkopen? Namelijk, managers, doe maar wat minder en laat ze maar fouten maken. Hoe tonen we dat aan in dat brein? Nou, wat je ziet is dat mensen, en dat is niet zozeer in de hersenen als wel in psychologisch onderzoek, dat mensen dus minder effectief worden als je ze te veel op efficiëntie stuurt. En dus een efficiënte organisatie, we denken altijd efficiëntie en effectiviteit dat hetzelfde is, maar tuurlijk Is het niet. Het zijn eigenlijk dingen die haaks op elkaar staan. Mm-hmm. En op het moment dat je dus te veel op die effectiviteit zit, dat voelt veilig, want je hebt dat altijd verdedigd. Dat was duidelijk, ja. Maar wat je ziet is dat je op de lange termijn ziet dat je steeds minder, naarmate je meer efficiënt wordt, word je minder effectief. En dat is meetbaar. Dat zie je gewoon. Je ziet, ik heb zelf rondgekeken in de jeugdhulpverlening. Ik kijk op scholen en ik zie dat
in hoge mate gebeuren. We zijn geleidelijk aan onze professionals, als het ware, onderuit aan het halen. Dat maakt die professionals niet alleen minder effectief, omdat ze aangeleerd hulpeloos wordt, maar zorgt er ook voor dat ze heel erg aan zichzelf gaan twijfelen en dat ze ongelukkig worden. Je ziet dat mensen die niet in staat zijn om van hun werk hun eigen verhaal te maken, dat ze ook eerder burn-out krijgen. Dus we betalen een hoge prijs voor dat streven naar efficiëntie. En niet alleen in de vitaliteit van je medewerkers, maar ook in uiteindelijk de flexibiliteit van het eindresultaat. Ja. En dat kun je ook allemaal aantonen. Je kunt zien wat er gebeurt. Je kunt bepaalde centra zien die gewoon heel erg. Waar iets verandert op het moment dat je mensen te veel langs gebaande paden laat. Wat zie je dan? Zie je dan dat de activiteit langzaam sterft? Je ziet een verhoogde activiteit in een bepaald centrum. Helemaal midden in de hersenen. En dat wordt geassocieerd met het gevoel van vrijheid. De inventiviteit die je hebt. Ja. Dan zie je gelijk dat in hun gedrag. Het vermogen om zich nog aan te passen, het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuw probleem wat ze nog niet kennen, neemt af. De prijs is dus uiteindelijk heel erg hoog. En daar zit dus een paradox in. We denken dat we met dat streven naar efficiëntie, dat we daarmee het hoogste doel bereiken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zie je dat voorbij een bepaalde grens, zie je dat die efficiëntie eigenlijk uiteindelijk aan de wortel van je organisatie knabbelen. Als je nou eens even kijkt naar die levensloop van een mens. Je zegt kinderen spelen, dat doen ze. Ja. Waar gaat het fout? Nou, je ziet dat het vaak al in groep 3 fout gaat. Oh, dat is heel vroeg. Dat is heel vroeg. Dan zie je al dat kinderen het moeilijk gaan vinden om fouten te maken. Ja. En dan later in het bedrijfsleven wordt er heel veel geïnvesteerd op dit moment in foutenmanagement. Ja. Dat is in feite goed maken wat er in groep 3 verkeerd gegaan is. Maar hoe kan je een kind vertellen dat het niet ergens om een fout te maken? Schaamte is toch ook menselijk? Schaamte, maar het zit in de houding van de leerkracht. Ah. Kijk, als de leerkracht. Niet van de klasgenoten ook? In eerste instantie van de juf. Het is de juf of de meester die wanneer ze zich ongemakkelijk voelt bij het maken van fouten en die ongemakkelijkheid in stress vertaalt. Ja. Is weer niet goed, weet je. En met natuurlijk al die eindtermen en met de CITO-score die ze moet halen in het achterhoofd. Ja. Dat merkt een leerling. En een leerling voelt van dit is niet welkom. De stress. Dus de stress zorgt ervoor dat je leerlingen heel snel. Ja, dat leerlingen ze heel snel aanpassen. Dat je in een hoek drijft waarin ze proberen om het juf of de meester naar de zin te maken. Hm. Door zoveel mogelijk. Ja, geen fouten te maken. Dus een kind wat het goed doet en wat weinig fouten maakt en waar altijd mooie rapporten over verschijnen, daar moet je eigenlijk zorgen over maken? Nou, er zit daar inderdaad een angst om fouten te maken achter. Mm. En dat kan je leven lang dwarszitten. Dat kan je leven lang dwarszitten omdat het voortdurend je vitaliteit ondergraaft. De kans op burn-out is veel groter. Maar ook omdat je uiteindelijk in de weg zit om echt nieuwe wegen te slaan. En dat is waar het in deze samenleving wel steeds meer om gaat. We moeten steeds meer. Ja, het heeft geen zin. Het heeft steeds minder. Kijk, de activiteiten die volgens een vast protocol verlopen, die zullen geautomatiseerd worden steeds meer. Ja, zeker. Over robots in de zorg. Geen mensen voor nodig meer. Daar heb je geen mensen voor nodig. Dus we hebben in toenemende mate, de kinderen die nu op school zitten, die zullen het vooral moeten hebben van hun vermogen om juist het antwoord te vinden op de onverwachte vraag. Ja. En niet op het raden wat er in het antwoordboekje staat. Vanaf groep 3. Gaat dat proces al in. Ja, maar dat is wat te doen? Wat doe je? Wat kun je in het onderwijs morgen ondernemen om die weg, om een andere weg te. Het begint ermee dat je de juf en meesters ruimte geeft om te scharrelen. Om weer hun eigen manier van werken te ontwikkelen. Want ook juf en meesters zijn minder geprotocoleerd. Ja. Ook die hebben voor geprogrammeerde leermethoden. En als je eenmaal zo'n methode hebt, dan word je er heel snel van afhankelijk. Mm-hmm. Dat betekent dat zo'n juf het boek doorbladert met de klas. En zodra er iets onverwachts gebeurt, op een ongemakkelijke manier op reageert. Want het boek moet uit. Ja. En ze weet ook niet precies wat er gaat gebeuren op het moment dat de klas zich als het ware een zijweg inslaat die niet in het boek beschreven staat. Dus je straalt op die manier door dat gebrek aan speelruimte, door het scheppen van aangeleerde hulpeloosheid in het onderwijs. Je legt de bodem voor een generatie die als het ware zichzelf afhankelijk maakt van die aangeleerde hulpeloosheid. Want als je eenmaal
die ongemakkelijkheid hebt, als je het eenmaal eng vindt om fouten te maken, dan is het meest veilige is om een baan te zoeken waar ze je precies vertellen wat je moet doen. Ja, want dan weet en waar je dus niet in zult leren. Ja. En op die manier versterkt het proces zichzelf. Mm-mm. Dus de lagere school al. Dan zeg jij ook in die puberteit, die door veel mensen om de pubers heen als vrij verschrikkelijk wordt ervaren, zitten juist heel erg veel kansen ook voor het brein. Wat gebeurt daar? In de puberteit, kan je überhaupt afvragen waarom we een puberteit hebben. Hè? Bedoel, het is heel idioot dat we die hersenen, dat we er tot 20, 25 over doen, tot die hersenen helemaal klaar zijn. Ja. Dat duurt dus een derde van je leven voordat je hersenen helemaal af zijn. En dan is de vraag, waarom doet de natuur ons dit aan? Nou, vertel. Het antwoord is denk ik dat die hersenen die uitgerekte fase van ontwikkeling nodig hebben, omdat wij in zo'n complexe samenleving leven, dat kinderen eerst als het ware een soort semi-zelfstandige rolmoeder gaan spelen. Mm-hmm. Pubers willen hun eigen weg gaan en willen dan vervolgens tegen allerlei dingen opbotsen. Mm-hmm. Omdat het hun hersenen de kans geeft om te ontdekken welke rol ze precies moeten gaan spelen in de samenleving. Dus die puberteit is heel belangrijk om je hersenen in staat te stellen om als het ware op te pikken wat voor een eisen er gesteld worden. En heb je die eisen weer? Die eisen die er gesteld worden, dat moesten ze juist zoveel mogelijk niet doen, toch? Nou, ik denk dat het... Kijk, je moet... De hersenen zijn voortdurend zijn ze aan het leren. En dat leren is voor een belangrijk deel zich instellen op de prikkels en op de voorwaarden die het leven stelt. Dus daar is op zich niks mis mee. Het is alleen, het wordt gevaarlijk op het moment dat je als het ware gaat vastklampen aan alles wat je in het verleden geleerd hebt en het ongemakkelijk gaat vinden om nieuwe dingen te leren. Want leren is altijd ongemakkelijk. Ja. Iedere leerstap, en dat geldt natuurlijk voor pubers helemaal, want er is niet zo ongemakkelijk als een puber zijn. Ik bedoel, echt? Je lichaam gaat groeien, je seksualiteit ontwikkelt zich. Alles is ongemakkelijk, ja. Ongemakkelijker kan het niet zijn. Nee. En als je dus als puber al niet het vermogen hebt om met die ongemakkelijkheid om te gaan en die ongemakkelijkheid om te zetten in leren, dan hoe help je zo'n puber dan? Wat moet je doen? Ik ben nu een boek aan het schrijven voor docenten. Ja. Hoe ga je nou met pubers om? No. En dat is vooral toch ook zoeken naar, als het ware, het kind in jezelf. De drang om te spelen. Iedereen heeft zo zijn eigen passie in het leven. Dat vuur in de buik, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat dingen waarvoor jij, s'ochtends vroeg of zelfs midden in de nacht wil wakker worden. Ja, omdat je daar gewoon ontzettend blij van wordt. Ja. En ik merk dat leerkrachten, docenten die dat als het ware nog hebben, hè, die dat vuur in hun buik nog hebben en die hun lessen voortdurend aanpassen omdat ze het gewoon leuk vinden om te doen, dat die door leerlingen heel erg gewaardeerd worden. Pubers vinden het eigen plezier. Maar een soort rolmodel. Een rolmodel van hoe ga je nou met ongemakkelijkheid om? Ja, hoe doe je dat leven? Hoe ga je nou in een samenleving die van de uitdagingen en van de risico's aan elkaar hangt. Hoe ga je daar op de juiste manier mee om? En hoe zet je dus je hersenen in de juiste mindset om niet met angst of met dissociatie te reageren op ongemakkelijkheid, maar juist met speels plezier? Hoe doe jij dat zelf? Want het is mooi, maar het is ook zo... Het klinkt goed, maar hoe pak je het aan? Hoe ga jij om met ongemakkelijkheid? Ja. Door goed naar jezelf te kijken. Dat is overigens iets wat tieners heel lastig vinden. Tieners vinden het heel lastig om precies aan te voelen waar hun hart sneller van gaat kloppen. Dat die voelen hun lichaam minder goed aan. Maar hoe doe jij het? Ja, door inderdaad naar mijn hart te luisteren, zou ik maar zeggen. En dan in letterlijke zin. Hè? Dus van op het moment dat ik merk... Je wordt ochtends wakker en dan denk je waar... Als ik aan bepaalde activiteiten denk en mijn hart gaat er sneller van kloppen en ik voel van, hier heb ik zin in. Vind ik leuk. Dan geef ik daar prioriteit aan. Ja, ja. En ik heb gelukkig een baan. Ik heb als ZZP, als journalist, heb ik de ruimte om daarop in te gaan. Ja. En ik ben er wat dat heel bevoorrecht. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En door de huiselijke dag heen, hoe hou je daar het speelse plezier en de ongemakkelijkheid? Door iedere keer, op het moment dat je merkt van nu blokkeer ik. Mm-hmm. Hey, kennelijk ben ik bang of kennelijk geneer ik me ergens over. Om dan te denken van wat zit mij daar in de wars? Ja. En dan te denken van en daarna naar te kijken. Want als je er beter naar kijkt, dan valt het meestal wel mee. Dus je moet ook zelf reflecteren om dit te doen. Zelf reflecteren en voortdurend. Kijk, het grote gevaar van de manier waarop wij leren hoe we met ongemakkelijkheid moeten omgaan, namelijk door er van weg te gaan. Dat zorgt ervoor dat je jezelf steeds als het ware in je eigen blokkade duwt. Wat je moet doen is dus kinderen leren en jezelf ook leren van, wacht even, ongemakkelijkheid, er is niks mis mee. Ja. He, dat je conflict hebt op je werk. Mm-hmm. Dat je soms dingen moet doen waar je denkt, ik heb geen idee hoe het gaat oplossen. Dat moet je opzoeken. Daar is niks mis mee. Ja. He, dus
Dat kan zelfs een bron van plezier zijn op het moment dat het samenvloeit met datgene wat je eigen vuur. Even nog één belangrijke vraag voor mij. Innovatie en vernieuwing is iets wat in ondernemingen en overal wordt gezocht. En waar mensen de hele bijeenkomsten over organiseren, platforms, et cetera. En toch leiden dat soort innovatie-inspanningen maar heel weinig tot innovatie. Hoe komt het dat het moeilijk is om voor ondernemingen om werkelijk nieuwe wegen te bewandelen? Ja, dat is denk ik omdat we een verkeerd beeld hebben van wat innovatie echt is, wat creativiteit echt is. En wat is het? We hebben het vaak over creatieve processen, maar creativiteit is per definitie juist geen proces. Het is niet iets wat je doet, het is je geeft. Dus gaan zitten, we gaan creatief doen, is het niet? Er is geen formule om creatief te zijn. Ja. Creativiteit is het laten gebeuren. Mm. En dat is wel een activiteit in de zin van je geeft ruimte om het te laten gebeuren. Maar als je gaat kijken wat creativiteit is, en we hebben het vaak over out of the box denken. Dus je zit in die box met je gedachten en dan moet je dan uit en dan ga je eruit denken. Nou, dat is de fout. Mm. Het idee dat je mensen wijs maakt dat het dus ook weer iets is wat je kunt organiseren, waar je controle over kunt nemen. Oh ja. Terwijl het box is juist iets wat je dus niet kunt controleren, want je gedachten zitten in die box en die draaien die box rond en we zijn onze eigen gedachten. Dus je draait mee met je gedachten als het ware. Je kunt niet boven je eigen gedachten uitstijgen en denken van hé, waarom zit ik nou in die box? Dus wat je moet doen is met een open mind wachten totdat de oplossing je box binnenvliegt. Maar dat is dus een kwestie van geduld hebben en van openstaan voor wat er gebeurt. Ja. En dat is dus in het ongemakkelijke zijn van het niet durven weten of het durven niet te weten. Want op het moment dat je bij ieder alles wat je niet weet ogenblikkelijk op zoek gaat naar een soort labmiddel om dat gat te dichten, dan schep je niet die ruimte en dan geef je dus ook die oplossing die natuurlijk ergens aanwezig is. Dus een goede innovatiebijeenkomst, dan zien we allemaal mensen zich zeer ongemakkelijk voelend, maar met veel geduld zitten te wachten tot er iets op. Ja, oké, probeer je er toch weer iets te organiseren. Ik probeer er toch weer een structuur van te maken. Het is dus iets wat veel meer zit op het niveau van het team en van het individu. Ja. Dat je jezelf in een mindset zet van, ik weet het nu nog niet. Hm. En dat mag zo. Ja. Maar ik ben wel ongelooflijk nieuwsgierig naar de oplossing. En dat zorgt ervoor dat je die scherpte hebt, dat op het moment dat je oplossing ineens langs rond. En dat is altijd gecamoufleerd. Ja. Want als je hem zou herkennen bij voorbaat, dan zou het nooit. Ja, dan zou je hem al hebben. Dan had je hem al, precies. Ja. Dus het is altijd dat je denkt van, wacht even, hier gebeurt iets. En kunstenaars zijn er ongelooflijk goed in. Hè? Ja. Ik ken kunstenaars die. En als je met ze omgaat in het dagelijks leven, ze zijn altijd attent op het onverwachte. Hm. Om ineens een patroon te zien. Om ineens te denken van, hé, wacht even, hier kan ik wat mee. Hm. En dat is de bron van creativiteit. En wat gebeurt er dan met de hersenen als je dit zo lekker ongemakkelijk laat? Ja, als je het ongemakkelijk maakt. Op het moment dat je ongemakkelijk bent, ben je veel meer op de buitenwereld gericht. Dus ben je veel meer op die, nou zeg maar, oplossingen spee die langskomen vliegen, ben je gericht. Ja. En betekent dat je veel beter in staat bent om ze te identificeren als interessant en er vervolgens mee te gaan spelen, want het is nooit kant en klaar natuurlijk. De oplossing komt nooit binnenvliegen als nou ja. Eigenlijk niet. Het is altijd dat je er vervolgens zelf met een slag moet. Ja. Vanuit het gevoel van, hé, hier zit iets in. Hm. En al spelend op een gegeven moment ineens denk van, en nou heb ik hem. Hm. Dat is, als je naar kunstenaars kijkt, dat is als je naar wetenschappers kijkt, het proces dat onder creativiteit zit. Ja. En dat kun je dus niet organiseren. Of althans niet organiseren op de manier van brainstorms. Zoals ze gewend zijn. Dan blijft het altijd toch bij het recombineren van oude oplossingen. Ja. En daar is soms niks mis mee. Maar dat is geen innovatie. Hebben we meer exact nodig. Nou precies, dat bedoel ik. Heel fijn om je uitleg te horen. Hoe ongemakkelijk heb je je gevoeld in dit gesprek? Voldoende om. Oh, wel voldoende. Gelukkig maar, want anders was het helemaal mislukt. Ja. Ik denk dat de graad van ongemakkelijkheid nog wel wat hoger kan bij mij, want ik vond het heel aangenaam. Dank je wel voor je komst. En hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar Profile hier op 7ditches.tv. Tot ziens.